Vandaag presenteert Tourwielerclub het snelwiel uit Hapert, de nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe shirtsponsor en de nieuwe teams. Nogmaals, welkom. Welkom aan onze leden. Daar doen we het vanavond allemaal voor. Voorzitter Robert de Lauweren van Tour en Wielerclub Het Snelle Wiel heet vooral ook hun familieleden welkom. En uiteraard welkom aan de sponsoren. Zonder onze sponsoren zou het absoluut niet mogelijk zijn. We hebben voor de komende 3 jaar weer een geweldige club sponsoren bij elkaar weten te krijgen. Samen met de firma Giele is een nieuw logo ontwikkeld. Het logo wat we hadden, dat is al jaren oud, heeft altijd perfect zijn werk gedaan, maar het was gewoon tijd voor een nieuw logo en ook daarmee het snelle wiel op in de tijd van nu beter weg te kunnen zetten. Robert, voorzitter van het snelle wiel, kun je iets meer vertellen over het snelle wiel? Het snelle wiel is een wielervereniging hier in Hapert. Wij zijn met name actief in heel Nederland, maar ook buitenland. En wat het snelle wiel vooral heel mooi maakt, is dat behalve dat we heel erg natuurlijk bezig zijn met wielrennen, in de breedste zin van het woord. Wij fietsen niet alleen op de weg, maar we mountainbiken, we hebben veldrijders, sommige fietsen zelf op de piste. Maar dat is dat het snelle wiel ook maatschappelijk heel betrokken is. Wij staan eigenlijk open voor iedereen die graag fietst en daar organiseren we ook evenementen voor. Het is belangrijk dat wielrennen breed onder de mensen uitgedragen wordt. En dat doen wij door echt een open vereniging te zijn, door clinics te geven aan basisscholen, aan voortgezet onderwijs. We organiseren zelfs een ambtenarendag, sportdag. We verhuren de locatie, mensen kunnen gebruik maken van het baantje. We hebben een open mountainbike wedstrijd. Dus behalve dat we echt het wielrennen uitdragen als de club hier in Zuidoost-Brabant, proberen we ook wielrennen heel breed uit te dragen in de maatschappij en meer te zijn dan alleen maar een vereniging alleen. Geweldig applaus hier voor de renners en rensters van Snelwielbus Tonics 2019. Als alle jeugdrenners even naar voren willen komen, een klein stukje naar voren. Kom er even bij mij staan hier. Zo. En het eerste had ik graag bij me, Willem Michiels. Waar is Willem? Ach, Willem komt helemaal hier achterdoor. En Willem, dat is een echte mountainbiker, dacht ik, hè? Ja. Wat vind je nou het leuke aan mountainbiken? De rocades en hout en zo. En dat het heel spannend is wat er altijd gebeurt en zo. Willem en Alice, waar komen jullie vandaan? Reuzel. Hapert. Jullie stonden net op het podium bij het als jeugdteam. Hoe lang fiets je al voor het snelwiel? Ik 4 jaar. En jij? 3,5. En wat zijn je ambities als wielrenner? Wat wil je later worden? Prof mountainbiker. Mountainbiker? Ja. En jij? Ja, hetzelfde. Ook mountainbiker? Ja. Dan moet je wel heel veel voor trainen. Ja, maar dat is juist leuk. En waar train je zoal? Op een baantje en soms ook op Neteseldak, tak van Netesel. Na het afgaan van de jeugd komen naar voren de nieuwelingen en junioren. Dat is een groot gezelschap, nieuwelingen, junioren. Zojuist als junioren wielrenner gepresenteerd hier op het podium. Waar kom je vandaan? Uit Neerpelt. Zo? Ja, zeker. Maar in België, dat is toch echt de wielernatie. Waar kom je dan hier in Nederland fietsen? Ja, dat klopt. Maar oorspronkelijk ben ik natuurlijk een Nederlander. En eerst fietste ik altijd bij TVC De Kempen. En dat was dichterbij. En toen ben ik daar weggegaan en toen ging ik eigenlijk naar het snelle wiel. Als je nou gaat trainen, fiets je dan hier naartoe? Ja, fiets ik van thuis naar het club toe. Vandaag dus dan heb je al aardig wat kilometers in de benen zitten? Ja, 28 kilometer is het. Dus dat is wel en mooi. Ook weer terug? Dat is een licht eraan, als het mooi weer is. En in de zomer, als het weer licht is, 's avonds kan ik terug fietsen. En wie is nou je grootste idool als wielrenner? Ja, Tom Dumoulin wel eigenlijk. Nederlander. Ja, toch wel. Ja. En succes. Dank je wel. En dan zijn we aanbeland bij de elite belofte. Dan had ik graag bij mijn allereerste Remco Esselaar. Remco voelt zich als Limburger thuis in een Brabantse club. Ja, ik voel me best wel goed thuis, ja. Wat ik leuk vond de afgelopen weken, op Facebook zag ik een prachtige foto staan. Daar stond je op bij een jeugdwedstrijd samen met Mathieu van der Poel. Kun je nog herinneren? Ja, ik moest wel even goed teruggraven. Maar Sam en Mathieu stonden erop. Sam Oma en Mathieu van der Poel, ja. Dan gaan we een hele groep naar voren zien komen. Dat zijn de amateurs en toerrijders, de toerafdeling. Ik zei dat zijn coureurs die hebben een carrière achter de rug of een carrière voor de boeg. Hoe is het voor jou, Theo? Ja, doe maar achter de rug, toch? Een beetje achter de rug, hè?
Je hebt een heel gezelschap hier. Dat zijn de toerrijders die elke zondag een tocht rijden in het wegseizoen? Volgens mij zijn we een mengeling van heel veel. We laten ons zoveel mogelijk zien in de buurt, dus als toervereniging. Maar voor mijzelf uiteindelijk, we rijden gewoon met een groepje vriendjes. Rijden we uiteindelijk lekker door de omgeving. En dat is nou hetgene wat ik leuk vind. We zullen ze veelvuldig zien rijden door de Kempen op hun fiets. De jongens en meisjes van Tour en Wielerclub Het Snelle Wiel.